De stad telde aan het eind van 2020 zo'n 25 basisbanen. In maart vorig jaar begon de gemeente met het experiment met mensen die geen kans maken op een betaalde baan. De basisbanen worden ingezet in buurthuizen, bij sportclubs, bij het uitlenen van gereedschappen, het assisteren van fietsstewards en het rondbrengen van maaltijden. Er werd gerekend op 40 basisbanen, maar vanwege de coronacrisis bleef het aantal deelnemers steken op 25. Ik ben eigenlijk heel erg blij dat we 25 basisbanen hebben weten te realiseren, want we hadden natuurlijk corona. En in corona hebben we heel veel activiteiten van werk en participatie zijn gewoon stil komen te liggen. De buurthuizen zijn dichtgegaan, er was gewoon niet zoveel te doen. En desondanks hebben we elke maand nog weer nieuwe basisbanen aan de slag gekregen in de wijk, in de stad. Dus eigenlijk ben ik wel, gelet op corona, heel tevreden. De gemeente trekt geld uit voor het experiment met de basisbaan. Als gemeente hebben we hier zelf geld voor beschikbaar gesteld, omdat we echt geloven dat we mensen niet mogen afschepen met een uitkering, maar dat iedereen recht heeft op werk, hè, op zijn of haar niveau. Want heel veel mensen die kunnen niet binnen het gewone bedrijfsleven aan de slag, maar die kunnen wel nuttige klussen doen. En we hebben vooral echt hulp nodig van het Rijk om dit ook verder te krijgen. Want de participatiewet is natuurlijk helemaal geen participatiewet. Het geld zit vooral vast in inkomen, in bijstandsuitkeringen. Maar als we die bijstandsuitkeringen mogen inzetten als loon en nog wat meer geld krijgen voor begeleiding van mensen, dan gaan mensen er echt op vooruit. De gemeente lobbyt al jaren om extra geld voor de basisbaan. Ik hoop dat er een andere wind gaat waaien vanuit Den Haag. De voortekenen zijn natuurlijk niet gunstig, want de VVD is de grootste in de peilingen. Aan de andere kant zijn de verschillende rapporten van wetenschappelijke bureaus, de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid, de Commissie Borslab. Dat moet het kabinet, het nieuwe kabinet, serieus nemen. En gelukkig zijn verschillende politieke partijen, natuurlijk mijn eigen partij, de Partij van de Arbeid, maar ook andere partijen als GroenLinks, D66, het CDA en de ChristenUnie, die de basisbaan ook verder willen helpen. Dus als die partij gesteund door wetenschappelijke rapporten nu doorpakken, dan zou het heel mooi zijn als het nieuwe kabinet voor alle gemeenten in Nederland dit mogelijk maakt. Het inkomen en welzijn van de 25 deelnemers aan het experiment basisbaan zijn verbeterd, blijkt uit onderzoek. We hebben onderzoek laten doen naar de baten en de kosten. En wat je eigenlijk ziet is dat de deelnemers gewoon gelukkiger van worden, gezonder van worden, zich goed voelen. Dat ze ook in inkomen vooruit gaan, dat de leefbaarheid erop vooruit gaat, dus dat het heel veel oplevert. Maar dat de kosten vooral bij de gemeente liggen. Terwijl eigenlijk de zorgverzekeraars, als het om gezondheid gaat, en het Rijk profiteren. Dus wat we moeten doen is dat we zorgen dat echt het Rijk hier geld voor beschikbaar zet. Hè, want die bespaart op de uitkeringen en die zullen we moeten inzetten als loon. De gemeente gaat wel op zoek naar plekken voor basisbanen waarvoor private partijen een bijdrage willen leveren. Basisbaan die kostte in het experiment op dit moment 34.000 euro. We gaan ook aan private partijen vragen om bij te dragen. Want ja, als jij taken uitvoert voor een woningcorporatie of voor een zorginstelling, dan kun je daar ook een bijdrage voor vragen. Dat gaan we ook in het vervolg van het experiment meenemen. En dan kunnen die kosten dus ook per baan weer omlaag.